Ja, prachtig uitzicht daar. Je ziet de toren van Woudrichem, je ziet Loevestein. Klopt, ja. Mooi, hè? Ja, geweldig. Vestingdriehoek, ja. Komt hier mooi uit. Gert-Jan, ja, het is een prachtige plek. Achter ons Loevestein en Woudrichem. Maar waarom staan we hier eigenlijk? Wat is hier nog aan ouds of bijzonders? Nou, het bijzondere eigenlijk van is het dat dit eigenlijk het eerste stukje wat gelegd is voor de vestingwerken. Dat is hier neergelegd. Eerste stukje wal. Eerste stukje wal. Dit hier. Ja, dat is hier neergelegd. En het is zelfs zo, het eerste stukje hebben we hier nog een stukje rondeel hebben gehad. Nou, uit onderzoeken zou dat nog moeten blijken, maar we hebben het vermoed dat Jacob Kemp eerst begonnen is met op een gegeven moment de rondelen. Jacob Kemp was een van de bouwers. De vestingbouwers, ja. Ja. En dat later op een gegeven moment toch de switch is gemaakt om de bastions te maken. En het, ja, dat rondeel, dat was eigenlijk het eerste opzetje. Dus hier op deze hoek heeft een, nou ja, zo'n half ronde, rondeel, ja, half torenachtig ding gestaan. Net als met de blauwe toren. Ja, ja, het daar rondeel. Hebben we het inderdaad, ja, ook over gehad. En dan het rondeel, dat is eigenlijk, hele dikke muren zijn dat. Ja. Een mooi plateau hebben ze erop gemaakt waar je kanon op kan zitten. Hij is vaak is die opgevuld met aarde. Gewelven zitten er ook bij. En het is eigenlijk, je moet het zien als je de muur hebt, dan zie je eigenlijk een uitstulpje voorbij de muur. Dus dan kijk je eigenlijk, ik loop even voor je langs de muur heen. En dan kan je goed voor de aanvallers om die dan aan te vallen. Dus eigenlijk, ja, heb je dan een verlengstukje voor je verdedigingswerk uit. Het lijkt eigenlijk een beetje op een bastion, dat is het idee. Je laat de muur, bij de muur een stukje uitsteken, zodat je ook naar de zijkant kunt schieten. Ja, precies, precies. Ja, en het, eigenlijk is het de voorganger ervan. En het is eigenlijk, het rondeel is eigenlijk het antwoord op een gegeven moment de bewapening die op een gegeven moment veranderd is. Dat ze op een gegeven moment dat er sterk moest zijn en dat je ook naar voren moest gaan ermee. Gert-Jan, nou, duidelijk verhaal. Hè? Hier zo'n rondeel wat we hebben gehad. Ja. Maar ja, eigenlijk zou je nog wel onderzoek moeten doen hoe dat precies gegaan is. Dat is waarschijnlijk, zijn brieven overgeschreven of plannen gemaakt en tekeningen. Dus ik kan me zo voorstellen dat de archieven daar nog wel wat geheime prijs kunnen geven. Hè? Daar sluit ik me helemaal bij aan. Ja, ja. Leuk. Zo. Hier staan we dan. Ja, waarom staan we hier? Waarom staan we hier? We hebben hier een heel mooi uitzicht op een voorverdedigingswerk. Een voorverdedigingswerk? Ja. Ja. Ik zie het niet helemaal. Nee, ik heb wel een mooi plaatje eventjes, ja? Dan kunnen we iets beter kijken. Ik zie wel dat het een beetje hobbelig is en dat het wat afloopt naar het water. Heel goed. Maar verder weet ik het niet. Kijk, wat we hier nou zien, ja? Is het doorsneden van het verdedigingswerk. De schuimte die we hier zien bij het water, ja? Die loopt hier zo op. Dus voor jouw gevoel, zie je, ja, zo lopen. Ja. En dan gaat hij hier naar beneden, krijg je daar de gracht. Ja. En, daar is. En als ik hem dan ga uitleggen, dan hebben we hier het schootsveld. Dus hier dan, kan je dan overheen kijken voor het schootsveld. Ja. Dit is het glacis. Dat is het voorverdeling waar die mensen naar lopen, dat is het glacis. En waar die op een gegeven moment op zijn hoogste punt is, dat is de borstwering. Dus het glacis is dat langzaam oplopende, ja, deel aan de buitenkant, precies, dichtst, ja, bij het water. Ja, klopt. Hier krijg je dan de borstwering en daarachter krijg je de vuurstep, de banket, en die is over het algemeen 1,80 meter naar beneden. En dan stonden ze eigenlijk met de musketten, stonden ze eigenlijk zo eroverheen schieten. En dan kwam die net zo in de kooizon met de glooiing mee, kon je de aanvallers. Dus je kon rechtop staan, ja, en net over die schuine, heel goed, en dan, ja, wering heen schieten. Ja. En daarachter, achter de vuurstep, krijg je weer de bedekte weg. En die lag over het algemeen 2 meter lager. Dus dit, de borstwering had je dan hier het hoogste punt. En daarachter de bedekte weg. En de bedekte weg is voor aanvoer of zo? Heel of goed, want die zeggen het al. Want het was 2 meter hoog en dan kon je gewoon heen en weer lopen. Voor het goede. En eigenlijk was dat meer het logistieke gedeelte. Dus en omdat die lager was, zeg maar, was je helemaal verdekt. Hoefde je niet te, precies, bukken, bij wijze van spreken. Het vloog over je heen. Ja. Dus het was een geweldige plek. Nou, daarachter krijg je dus de Natte Gracht. En de Natte Gracht is voor ons hier in Nederland eigenlijk de belangrijkste verdediging, de Natte Gracht. Is dat dat stukje wat we daar nog zien, dat water? Het watertje, ja, ja, inderdaad, correct. Hier zie je nog een stukje, dat is onderwal. Hier in Gorinchem hebben we dat niet. Als je de onderwal wil zien in Nieuwpoort, is het prachtig gezien. Dat is ook een vestingstakje stukje verderop. Daar heb je mooi de onderwal te zien. Hier gaan we dan weer gelijk door bij de hoofdwal. Ja. Dan zie je daar ook de kanon staan. Dan krijg je ook weer hier een stukje plongée. Je hebt het al eens een keertje ook over gehad. Eerst de kogels erin staan, dan krijg je dat plonst effect. Dus dat is dan de demping erin. En daarachter krijg je eigenlijk weer dezelfde situatie met de walgang, waar je dan ook weer kan lopen. En dan nog een vraag tussendoor. Ja? Deze verhoging, was dit dan ook bekleed met baksteen of niet? Als het inderdaad onderhevig is. Als het zo hoog is, want ik zou zeggen, dit gaat ook makkelijk afkalven. Dat heeft er maar, ja, precies. Maar omdat dit natuurlijk onderhevig was met water,
krijg je daar ook een bekleding ja. om ter bescherming. Ja. Sommige dingen hebben we dus niet en dan moet je voor naar Nieuwpoort, ja. vertelde je net. Maar wat heb je voor kaartje hier? Wat is daarop te zien? Ik heb hier eigenlijk een mooi kaartje waarop mooi de voorverdediging van het glacier te zien is. En die ja. loopt eigenlijk vanaf hier, vanaf het Dalenpoortje, helemaal zigzaggend tot aan hier. En dit is hier de Linge? Dat is hier de Linge, daar ja. loopt hij helemaal omheen. Kijk, wat je hier mooi ziet is de zigzagvorm. Ja. En even voor jouw oriëntatie, hier heb je de Ravelijnen. Ja. En daar is op een gegeven moment waar de mensen de volkstuintjes op hebben. Oh, dat is waar nu die volkstuin is. Dat, ja. dat zijn ja, de Ravelijnen. Dat is een stukje. En wij staan hier. Wij staan hier. En de molen is hier. De molen is daar. En dan zie je dat die er helemaal omheen loopt. En die zigzag, dus dan zie je hier op een gegeven moment waar die inkepingen, ja. waar die hoeken inkomen. Daar hebben ze eigenlijk een wapenplaats, is dat, met opstelling. En dan zie je hier mooi die traverseheuvels. En die traverseheuvels, dat is eigenlijk... We hebben het eerder over gehad, maar dan was het ter bescherming van kanonnen. Ja, was dat. Maar nou is het eigenlijk meer om bijvoorbeeld, als nou de aanvaller, de belegeraar doorbreekt, ja. dan komen ze hier op die bedekte weg. En ja. dat je hier dan weer een traverseheuvel hebt en hier kan je dat op een gegeven moment nog weer accentueren om daar nog even die verdediging op in te zetten. Dus dan is het niet dat soort, je... tussenmuurtje tussen jou en de vijand, als juist, ze ja. verder te ver zijn gekomen. Ja. Dan heb ik hier nog een ander plaatje. Dat is volgens de Franse kaart uit 1700. 1700. En ja. daar zie je eigenlijk om de vesting helemaal eromheen lopen. Het glacis. Hier geven ze hem zelfs aan tot aan de kanselpoort. Alleen, ja, daar moet toch wat nader onderzoek nog gedaan worden. Want daar hebben we onze twijfels over of dat zo is geweest. Dat is nog heel moeilijk. Dus dat wordt nog nader onderzocht. Maar helemaal er rondom loopt hij. Dit is dus eerder, want hier gaat hij verder dan de Linge. Heel goed. Je vertelde ja, net dat precies. hij tot de Linge kwam, ja. dus dit is een oudere versie. Situatie. Ja, klopt, ja, inderdaad. Gert-Jan, je liet net een kaartje zien waarbij je ziet dat glacis, hè, die buitenverdediging noem ik het maar ja. In simpele taal, doorloopt tot aan de Linge. Ja. Vroeger was het, liep het veel verder door, ja. dus het is eigenlijk daar afgekapt op ja. een bepaald moment. Ja, en dat stukje daar bij de Linge, waar we het eigenlijk over hebben, dat is eigenlijk de situatie, dat is het glacis. Ja. En daar zit nu op een gegeven moment heb je daar Dullard, die autoschadebedrijf, die zie je ja. daar mooi liggen. Ja. De carnavalsloods, of Fischer B-loods, ze noemen dat de carnavalsloods. Ja. Dat punt. Dus dat is eigenlijk dat kleine stukje industrieterrein wat je juist, hebt, dat is ook glacis geweest. Ja, dat was een stukje voorverdediging. Ja. Ja. Zou je dat niet kunnen terughalen, glacis, want dit hoort er wel echt bij. Ik ben het met je eens, maar als we op een gegeven moment nu gaan kijken bij de Ravelijnen, waar de volkstuintjes op liggen, dan moet je toch op een gegeven moment, mensen die hebben daar hun hobby zitten, weg te halen, dat is heel moeilijk. Niet zo'n draagvlak, denk nee, ik. Nee, een stukje cultuur nee. moet je weer veranderen. Maar zou er een andere plek zijn waar het misschien wel kan? Dat je kunt laten zien hoe het was. Hier? Hier. Dit. Ja, hier is niks gebouwd. Niks gebouwd, niemand in de weg. Hier kan je inderdaad de contouren. Ja, het is tenslotte een stukje grondwerk wat gerealiseerd moet worden. Hier kan je dat geweldig doen. Dus je zou het kunnen graag reconstrueren en dan ook nog op een mooie plek die voor de rest ook nog vrij, ik denk toch vrij origineel is met die mooie oude poort ja. en de molen. Ik krijg gewoon de kriebels van als je dat zegt. Ja. Als je dat zo. Ja. Dat is een mooi plan, Gert-Jan.